Er zijn 13 kandidaten geschrapt van de kandidatenlijsten die waren ingediend door politieke partijen in het district Wanica. Gisteren was de openbare zitting voor de geldigheid van de lijsten op de DNA, DR en RR niveau. Er doen 17 politieke partijen mee aan de verkiezing van 25 mei. Van 4 partijen zijn er kandidaten van de lijsten geschrapt. 13 partijen hebben hun verzuimen op tijd aangepakt, waardoor er geen fouten meer zaten op de ingediende lijsten. Dat zegt Audrey Hankers, voorzitter van het hoofdstembureau van Wanica. Ze zegt dat de zitting van gisteren heel rustig is verlopen en dat de partijen nog 2 dagen de tijd hebben om in hoger beroep te gaan bij de president. De voorzitter legt uit wat de tekortkomingen waren waardoor kandidaten zijn geschrapt van de lijst. Onder de 13 kandidaten, dan gaat het meer om kandidaten op RR en DR, RR niveau. Ik mag u ook aangeven dat er ook, dus op RR niveau, dan ging het meer om bewilligingsformulieren die niet volledig waren ingevuld. We hebben zelfs ook 1 geval waarbij geen documenten voorkwamen op RR-niveau. Min of meer hebben wij meer kandidaten op RR-niveau waarbij hun stukken niet volledig waren. Wij hadden ook 2 kandidaten die binnen 2 politieke organisaties hebben meegedaan. Dus die, binnen die 2 politieke organisaties zijn ze dan geschrapt geworden. Min of meer hebben dan de organisaties de gelegenheid 3 dagen om in beroep, te gaan bij de president. En dan zal er vanuit de president dan beslist worden als deze kandidaten alsnog mee kunnen doen. Het gaat om A20 en VVD, waar een kandidaat bij beide politieke organisaties heeft meegedaan. Die zijn dan geschrapt geworden. Maar min of meer zijn het kleine aandachtspunten, net wat ik had eerder heb aangegeven. Verschillende politieke partijen, PL en PS. Maar laat me even nog kijken voor u. Ja, PL en NPS, A20, die A91. Dat zijn de partijen die, waarvan hun kandidaten geschrapt zijn geworden. Audrey Hankers, voorzitter van het hoofdstembureau van Wanica. Ze sprak over de geldigheid van de kandidatenlijsten in haar district. Van 4 partijen zijn er kandidaten geschrapt. De partijen hebben nog 2 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan bij de president van Suriname.